Utrecht op de Blauwkapelseweg. Surveillanten Patrick en Willem zien een jonge Audi-rijder die handheld zit te bellen achter het stuur. Hij heeft hem nu niet meer, maar net zat hij absoluut te bellen. En daar komt nog eens bij dat deze jongeman geen autogordel draagt. De bestuurder krijgt een stopteken en Willem spreekt hem aan. Hallo. De reden dat je aan de kant staat is dat je net met de telefoon in je hand zat. En je draagt de gordel niet. Ja. Dus krijg je een bekeuring voor. Voor allebei. Ook voor de gordel, ja. Die moet gewoon gedragen worden. Ja, ik ben voor de kleinheid weg. Wat zeg je? Nee, je rijdt niet net weg. Ja, ik heb het gedaan. Maar... Ja. Mag ik even de telefoon zien die je vasthoudt? Ja, mag ik hem even zien? Het is een BlackBerry? Ja, oké. Okay. Kom zo bij terug. Je mag nog een verklaring afleggen over... Wil ik niet. Nee? Nee. Oké. Okay. Ik wil graag je dienst nemen. Dat wil ik. Die krijg je zo. Goed zo. Lelijke schade. Ik ben in Irak geweest. Echt? Ja, echt. Zonde, man. Ja, man. Of ben je ergens tegenaan gereden toen je achteruit reed? Ik had hier niks aan. Dat is maar een vraag, hè. Ik geef maar een antwoord. Prima. Precies. Ik moet wel even zorgen dat dit goed vast komt te zitten. Dat daar zorg ik wel zo voor, hè. Mooi zo. Kijk dan. Die zijn weer even blij, hoor. Ze hebben weer een bonnetje te pakken. Ik ben hartstikke blij. Als ik het werk niet leuk vond, had ik het niet gedaan. Jullie hebben iets niet gezien wat... Schat. Wat, dat je gordel niet om had? Ik weet niet waar je het over hebt. Oh, ja, nou dat... Ik weet niet, had je gordel om? Je had hem om. Je had hem gezien. Echt? Ja, niet filmen. Dat vind ik heel boos. Ja, maar ik heb het je net uitgelegd wat ze aan het filmen zijn. Dus... Dat gok niet dat ik zo naar jou deel. Dat is mijn ding. Dat ook filmen. Je stelt toch steeds vragen? Daar geef ik alleen een antwoord op. Dus ik mag je nu ook filmen? Kan dat? Ja, dat mag. Nou, dus ik mag je nu filmen? Jij mag me gewoon filmen. Echt? Als jij dat leuk vindt, mag je mij gewoon filmen. Ik vind het niet leuk, hoor. Pak er goed op. Heel goed. Goed zo. Hartstikke fijn. Mooi, man. Gaan we het wel terugzien op YouTube, of niet? Hey jongens. Hey. Luister eens. Als wij bij jullie staan, hè. Jullie kunnen heel goed Nederlands praten. Praat dan ook. Nee. Ik ga je nu uitleggen hoe het werkt. Op het moment dat wij hier staan, vind ik het prettig als je gewoon Nederlands praat. Praten wij ook. Gaan jullie met elkaar in een andere taal praten? Dan voel ik me beledigd. Want ik weet niet wat jullie hebben. Nee, vind ik niet zo leuk. Dus je niet beledigd voor het moment. Nee, want ik weet totaal niet wat je zegt. Dan maak ik nu al voor u duidelijk in het Nederlands. Dus als je daar dan al beledigd wordt. Ik beledig u niet. Ik heb het helemaal niet over u. Nou, dan is het. U komt niet in mijn gesprek voor. Maar laten we dan... Als ik dan spreek, dan doe ik dat. Nee, laten we ervoor zorgen dat wij gewoon normaal met elkaar kunnen blijven praten. Mag ik uitspreken of niet? Ja, er is tot nu nog geen wetregeling dat je verplicht bent om Nederlands te spreken in de openbare waar dan ook. Ja? Dus kunt u mij niet gaan vertellen of gaan verplicht dat ik in mijn eigen taal. Want als een Engelsman, je kan dat hem ook niet vertellen van dat hij Nederlands moet praten. Klopt dat of niet? Dat nou, okay. Hebben wij toevallig net gedaan. Prima. Maar weet je bepalen wat ik hier ga praten, spreek ook. Als je dan beledigd wordt, betekent dat je in het verleden vaak zo met je geïnteresseerd. Kijk eens, hier is je rijbewijs. Dankjewel. Lees er zijn nog op, alsjeblieft. Dankjewel, tuurlijk. Heel vaak tegen ons. Dit is voor het bellen. €180 en €6 administratiekosten. Ja, toen klein was. Deze is voor de gordel. €100 plus €6 administratiekosten. Ja? Sorry? €100 voor de gordel plus €6 administratiekosten. Maar is dat 180? Ja, dat is voor het bellen. Voor het bellen, €100 voor de gordel. En €100 voor de gordel. Wij zijn klaar, hè? Ja, wij zijn klaar. Ik wil nog graag het. Wat staat erop? Op de bon. Maar ik wil het voor nu. Waarom op de bon? Klaar, schrijf ik het erop. Laat hem even zien. Heb je een mooie pen? Oh, die hebben wij ook. Echt? Ja. Goed zo, we hebben toch wat gemeen. Ik het lezen. Ja, een beetje groep 4, groep 5, maar ik ben blij dat jullie nog een beetje uitprinten. Dan is het een beetje leesbaar. 1184. Ja, oké, dankjewel. Nou, heren, fijne dag verder. Goeie reis verder. Is goed, meneer. Ja? Yes, tot ziens. Oké, doei, hè. Deze heren doen alles om het bloed onder de nagels van de politie te halen en met hun omgangsvormen zullen ze het vast heel ver schoppen. De bekeuringen bedragen opgeteld €280.